Ja, met Werner Pluim napraten over de wedstrijd vanmiddag hier op de Wildzang. Dat doen we in de ontvangstkamer vandaag, want het is in het business zone heel erg druk. En daar zijn ze nog wel even bezig met het ondertekenen van een aantal nieuwe businesscontracten. En daarna gaan de heren langs het buffet. Werner, dat doen we straks wel eventjes. We gaan napraten over de wedstrijd van vandaag. Nunspeet tegen SVI, 2-0. Beetje genoegdoening voor de zure nederlaag vorige week. En misschien ook wel die eerdere nederlaag tegen SVI aan het begin van het seizoen voor de beker? Ja, absoluut. We waren zeg maar, na een moeilijke start bezig met een kleine serie. Waarbij we steeds moeilijker te kloppen waren en daar toch stiekem wat vertrouwen uit hadden. En, vorige week op een veld waar heel moeilijk te spelen was, ga je eigenlijk in de laatste minuut nog ten onder bij een discutabele penalty, denk ik. Dus die was zuur en dan is het toch wel even slikken samen. En, vandaag is het wel een mooie tegenstander om die kans te halen, allereerst op onszelf, maar ook stiekem wel een klein beetje op deze tegenstander. Ja. Want hoe heeft de groep het verwerkt vorige week? Want het was een enorm zwaar veld. Op glas werd er gespeeld in Westerholte. 2-1 nederlaag dan uiteindelijk. Waar ook hard gewerkt is door Nunspeet. Hoe heeft die groep dat verwerkt? Nee, kijk, we zijn niet gewend om op gewoon gras te spelen. Nee, op zo'n glippenveld zie je altijd dat iedereen wel wat meer hersteltijd nodig heeft. En, je ziet het ook zeg maar, de oudere jongens. Belangrijkste voelde misschien wel aanvoerder Marnix Dissing. Ja, oudere blessures die komen dan toch even weer wat meer op de voorgrond te staan. Dus dan probeer je ook rekening te houden met de trainingen zeg maar, om voor die jongens dan de belasting een klein beetje eraf te halen. Wel wat doen, maar ja, met die verstand zeg maar, dat er dat de SVI eraan komt. En dat is jammer, dat hoort erbij. En dat maakt het ook wel leuk. Maar er zijn wel wat jongens die nog wat meer pijntjes hadden dan normaal na wedstrijd. Ja, daar ben je niet meer gewend op gras te spelen. Zeker niet bij die zware weersomstandigheden nog eens een keer. Nee, ja, weet je, ik hou van natuurgras, ik vind dat fantastisch. En helaas heb ik maar twee tegenstanders deze competitie die op gewoon gras spelen. Dat was Epe en dat was WTF. En beide keren zeg maar, moesten we echt in de volle bak regen moesten we daar tegen spelen. Dus dan kregen ze ook lekker mee. En dan is gewoon echt goed voetballen is heel erg lastig. Maar ja, dan komt het neer op een hele hoop strijd. En dat hebben we in beide wedstrijden gezien. Maar als je dat nou heerlijk vindt om op gras te voetballen, hè, met het team ook. En je weet dat je die wedstrijd op gras moet spelen die zaterdag. Waarom dan niet een keer trainen op gras? Volgens mij ben je verantwoordelijk voor het trainingsschema hier zo. Het is hier toch al volle bak trainen in een spelen met hele jeugdteams. En dan moet er best wel veel worden omgezet. En, je gaat het verschil niet maken met één training op gras, dat geloof ik niet. Oké, hoeven we daar niet verder niet over te hebben. Laten we het over de wedstrijd van vanmiddag hebben. Fabian Zoet geschorst. Karim Mulder, hij zit wel weer op de bank, dus hij lijkt weer op de weg terug te zijn. Marnix Dissing hou je uit voorzorg ook aan de kant. Betekent wel dat je achterin wat moet schuiven. Ja, dat klopt. De linksbackpositie, er was even zoeken naar hoe we dat konden invullen. We weten dat SVI normaal gesproken met 5-2 speelt, dus dan kom je altijd zeg maar, op de backs voor een opgave en hoe ga je dat dan doen. Dus we kozen vandaag voor Ali Doganovic op de back. SVI deed vandaag toch wat anders dan in voorgaande wedstrijden. Dus dan moet het weer even afwachten hoe we dat oppakken. Maar met Ali hebben we dat proberen op te lossen en voor de rest eigenlijk met veel manschappen gespeeld met nu altijd spelen. Dus dat was uiteindelijk een eenvoudige puzzel. Met Max Jansen weer eens in de basis. Ja, dat klopt. Vlak voor de wedstrijdbespreking hebben we het Max verteld, want eigenlijk zou Marnix starten. Vanmorgen contact gehad met Marnix en we wilden niet spelen, toch meer reactie gehad dan gehoopt. Max Jansen, veel respect voor hem, want hij zit niet in de makkelijke fase waarin hij relatief weinig speeltijd krijgt, maar reageert op de juiste manier, traint hard en maakt goed ingevallen op deze positie ook, traint wel eens op deze positie. Dus dan uiteindelijk ook gewoon met veel vertrouwen Max op die plek gezet. En ik vind dat hij een uitstekende pot heeft gespeeld. Ja, maar dat zie je ook achterin. Hè. Ze nemen elkaars positie over. Als Ali Draganovic mee naar voren gaat, gaat Hermedam naar links toe. En Max laat zich een linie zakken. Ja, dat klopt. Langzaam maar zeker zeg maar, komt er wat meer duidelijkheid in wat we willen. En jongens die geven elkaar ook meer ruimte zeg maar, om te doen waar hun kracht ligt. Dus als Ali mee naar voren gaat, dan denkt ook iemand anders van oké, dan pak ik iets meer de controle. Dus die afstemming hier wordt steeds beter. En langzaam maar zeker worden daarin dingen duidelijk. En
is heel mooi om te zien. Eerste 20 minuten van de wedstrijd, Nunspeet krijgt dan de strafschop, die wordt in tweede instantie benut door Max Jansen. Prima, de voorsprong, want dat was terecht, zeker die fase, maar na 20 minuten zakt het weg. Ja, dat klopt. We hadden de eerste helft, zeg maar, of de eerste fase, hadden we de druk eigenlijk best wel goed op orde. Dus SV had het moeite om onder onze druk uit te spelen. En aan de bal waren wij in die fase ook eigenlijk wel goed, want ze hadden best wel veel rust in de ploeg. En ja, eigenlijk zeg maar, laat je toch wel terugdringen. En zie je dat we het moeilijker krijgen om de druk op hun te krijgen. En daardoor ook in balbezit wat meer in de problemen komen. Misschien te snel voor de lange bal. En eigenlijk geef je tegenstander daarin ook ruimte om in de wedstrijd te groeien. En dat hebben we niet goed gedaan. Dan komt de tweede helft en dan zie ik er toch een ander Nunspeet. Ja, dat klopt. Eigenlijk net voor de rust gingen dingen al wel weer beter. Kregen we wat meer lef, gingen we wat hoger druk zetten. En kwam SV er moeilijker uit en werd het weer wat comfortabeler voor ons. Die lijn hebben we in de tweede helft eigenlijk wel beter door te zetten. Dus nog meer energie erin en ook een beetje lef in je mix spelen. Dat hebben we goed gedaan. Ja, er was een moment in de wedstrijd dat het leek dat de stand door SV gelijk getrokken werd. Maar uiteindelijk toch de 2-0 doelpunt van Hermendam. Ja, dat klopt. Herman, de allereerste wedstrijd ooit die ik zag van Herman was tegen Nunspeet vorig jaar met Berkem. En toen kopte hij ook vlak voor tijd een corner binnen. Dus we hebben vanmorgen op een bierveeltje nog even die corners uitgetekend. Ja, ja. Hij komt er fantastisch binnen. Hartstikke mooi. Volgens mij is dit de eerste corner die we binnenwerken. Dus dat is fijn dat we kunnen. Was bijna nog een keer een mogelijkheid geweest, dat je toe ging die naast van de andere kant. Ja, dat klopt. Ja, maar zoveel geluk heb je niet. Nee, je moet het afdwingen. Ja, uiteindelijk wel. Ja. Ja. Goed, belangrijke overwinning. Ja, zeker. Ja, als je kijkt naar de uitslagen op de andere velden, ook zie je dat we langzaam wat gaan aanhaken aan de bovenkant. De onderkant blijft ook punten verspelen. Dus even weg van de moeilijke zone en vooruit kijken. Dus dat is lekker. Ja, want er wachten alleen maar tegenstanders boven je op de ranglijst de komende weken. Te beginnen volgende week met Dos Kamphuis. Ja, dus als je zelf wat lager staat, is dat vrij logisch. En, dus dat wordt steeds moeilijker. Nou ja, Dos Kampen volgende week. Vandaag in de laatste minuut verloren van hier. Dus dat is jammer voor hun. En hopelijk hebben ze daar toch een tikje door gehad. Aan de andere kant moet het ook volgende week jezelf gaan afdwingen. Dus wat een mooie wedstrijd. Ja, dinsdagavond nog een keertje een oefenwedstrijd. Maar nog even op vanmiddag terug. Want de wedstrijd wordt uiteindelijk wel ontsierd door 2 rode kaarten. Ja, dat klopt. Het is best wel lastig. De scheidsrechter heeft heel hard gewerkt en hartstikke best gedaan. Alleen soms wat discutabele momenten. En dan zie je toch zeg maar, dat jongens wat moeite hebben om een emotie onder controle te houden. Allereerst SV. En een rode kaart, wat mij betreft, gewoon niet helemaal nodig. En ga je de regels helemaal naleven, is het gewoon een rode kaart. Dat is heel simpel. Maar volgens mij hadden we dit voor kunnen zijn. En dan de laatste minuut bijna krijgt Emil Gouden een optater en hij duwt zeg maar die tegenstander van zich af. Dus hij raakt hem, dus het is niet slim, maar het is wel doodzonde dat we beide belangrijke spelen de komende week moeten beslissen. Het was wel een zware beslissing, de rode kaart. Hè? Als je je tegenstander omver duwt, want dat was voor ons ook heel goed te zien vanaf de tribune, dat niet dat er nou een zware overtreding van Goud aan te pas kwam. Nee, dat is jammer. Kijk, als je de bal net niet onder controle hebt, en dat geldt voor ons als spelers en voor mij als trainer ook, dan gaan mensen wel eens gekke dingen doen. En dat had de scheidsrechter in een aantal momenten vandaag ook. En dat is jammer. Daarin doet het zichzelf denk ik ook tekort, maar ook 2 ploegen en 2 jongens die er zwaar van af gaan komen, denk ik. Ontsiert de wedstrijd. Ja, dat is doodzonde. Dat is niet nodig. Ja. Dat betekent toch weer wat gepuzzel voor volgende week zaterdag? Ja, maar we hebben een grote selectie, we hebben een fitte selectie en ik denk dat we vandaag hebben gezien ook dat als er wat is dat we elkaar goed kunnen opvangen, dat we klaar zijn om elkaar te helpen. En dat is denk ik de kracht ook van het Nunspeet dat we nu hebben, dat we echt bereid zijn om jezelf soms weg te cijferen voor het team en er te staan als het nodig is. Dus ik zie dat volgende week gewoon goed komen. Wat brengt nou zo'n oefenwedstrijd aanstaande dinsdagavond? Er zijn een hoop jongens die toch wat minder speeltijd hebben gehad. En dan ga je over nadenken van wat hebben de jongens nodig om uiteindelijk echt klaar te zijn op het moment dat ze er moeten staan. En dat zijn toch wedstrijdminuten in de benen. Bij een aantal jonge jongens die spelen dan veel wedstrijden in de tweede. En ontwikkelen zich op die manier hartstikke goed. Er zijn ook wat jongens die hebben steeds veel bij de eerste selectie gehaald, weinig minuten gemaakt. En dat is volgende week is dat een ideale kans. Plus een aantal jonge jongens die vanuit onder 19 eraan komen.
die al wel structureel mee trainen. Ja, dat is voor hen een mooie kans om zich te laten zien. Dus, voor de toekomst denk ik mooi. Daar kijk je nu eigenlijk al vooruit die je wellicht volgend jaar aan de selectie zou kunnen toevoegen? Ja, absoluut. Ja, dat, ja eigenlijk ben je altijd bezig met een meerjarenplan van welke jongens komen in beeld en wat hebben ze dan nodig. En daar zijn we wel wekelijks mee bezig. Dankjewel Werner, geniet nog even van de overwinning. Want ja, dat doet de vereniging goed, hè? Ja, de vereniging naar persoonlijk ook. Dankjewel. Geniet van je weekend, dankjewel. Dat was het. Vanmiddag op de Wildzang Nunspeet tegen SV. Uiteindelijk door Nunspeet met 2-0 gewonnen.